zag een filmpje van Erp in de herfst voor op Eero. Ik dacht, dat kan veel beter. Ik heb Jan een paar foto's gestuurd via WhatsApp en gevraagd of hij een keer met ons gaat wandelen in het Hurkske met de camera. Je moet toch eens kijken in de natuur, in de gezonde lucht, in het Hurkse bos, zo dicht bij huis. Lekker wandelen, lekker met de hond uit en met de hele familie. Fijn toch? Dan zie je goed dat het herfst is en zeker hier in het Hurkske. Nou, wij komen hier eigenlijk bijna iedere week. En dan, ja, met Roosje sowieso lekker wandelen. Maar ja, het moet wel mooi weer zijn, niet regen, hè. Maar als het slecht weer is, hebben we wel meer kans dat een hertje zit. Zondag is veel te druk hier. Dan staan er misschien wel 50, 60 auto's, Jan. Maar zondagsmiddags is het heel druk. Nou, onze kinderen vindt hier ook, als kleinkind vindt hier ook super leuk om hier eekhoorntjes te doen. En nou, we hebben geluk dat het ook mooi weer is. Maar dan zo leren de kinderen ook al naar de natuur te kijken. Hè? Niet dat ze alles maar voorbij razen. Maar ze weten nou ook al veel. Hieraf zo gefotografeerd. Die is echt heel mooi.
Daar is hij. Kijk, hier zijn wij nou ongeveer. Ja, bij dit pad. En dan kunnen we ook zo graag even kijken. Waar is dat andere ook weer? Oh, Huub? Dat kan ook hier eventueel. Hierdoor. Ja? En dan rechts. En dan komen we ook hier bij dat vennetje uit. Kijk, want normaal lopen we zo en stikken. Ja, we kunnen hierin. Hierin en dan rechtsaf. Wat valt nu in de bossen? Langs bij het einde, bij die vennetjes. Brandvrachten. Je ziet ook allemaal hertenpoep zo op de grond, weet je wel. En ik had ook tegen de kinderen gezegd, weet je wat er allemaal zijn? Ik zeg, er zijn geen dropjes. Ik zeg, hier komen de hertjes s'avonds drinken. En die liggen er veel, dus daar zitten er best wel veel herten. Maar je moest het maar net zien. Het is mooi, vuur hoor, niet meer. Op een hele rare plek. Zie je, die kijk, dat was deze. Kijk, maar nou is het niet meer zo mooi rood. Maar die groeit normaal nooit zo. Ik denk vanavond met het nieuws, of morgen, dat het weer overal in de bossen veel te druk is geworden. Want mensen kunnen nergens naartoe. Dan gaan we maar naar de bossen. Kijk, want je kunt daarin, maar we kunnen even daar een ander pad kunnen pakken. Even kijken. Een mooiere pad. Ja. Even kijken waar we nou zijn, hè? Oh, hier zijn we nou. Ja. We kunnen ook dit paadje pakken, of we gaan zo. Ik weet niet of dat lukt, maar ik denk niet dat je blijft staan. Oh nee. Even niet staan. Hoop dat jullie genoten hebben van het mooie filmpje. Het is hier zo mooi, echt genieten. En dat in Erp, zo dicht bij huis.